Dat is het geval. Dan zijn wij bij de stand van zaken ontwikkelingen lokale media. En dan geef ik met graag het woord aan de heer Van der Meijden van D66. Ga gang. Wel, voorzitter. De reden om dit punt te agenderen heeft te maken met ontwikkelingen rondom de mediawet. En de plannen voor een regionale publieke omroep. De parapluorganisatie van de 13 omroepen, ROOS, heeft hiervoor een plan gepresenteerd waarin de regionale omroep van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd tot één. En ook lijkt de media met nu even ter ziele. De veranderingen die op grond zijn raken volgens mij het belang van Amsterdam. In oktober vorig jaar haalde ik in een opinieartikel de bron herinneringen op aan het verdwijnen van Radio Stad uit Amsterdamse ether. En ik vrees dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen. Destijds was Radio Stad de Amsterdamse omroep. Een omroep met nationale uitstraling, professionele journalistiek en ook integratie. Tegelijkertijd kon Radio Stad rekenen op een enorme populariteit en luisterdichtheid. In 1989 werd het samengevoegd met Radio Noord-Holland. En sommige Amsterdammers wreven zich in de handen, anderen vonden het verwijderen van Radio Stad eeuwig zonde. Wat we er ook van vinden, er is nu wel een goed alternatief voor in plaats gekomen. Nu worden de 13 regionale omroepen ondergebracht in één landelijke regionale omroep. AT5 is straks niet meer dan één van de vele edities onder de vlag van een hele grote cluster. De Raad van de Cultuur liet zich begin oktober al kritisch uit over de toekomstplannen van de regionale omroepen en vindt dat verdere concentratie ten koste gaat van de lokale omroepen. In de brief die wij ook gekregen hebben aan het commissariaat voor de media staat letterlijk een dergelijke gedachtegang, advies, van de Raad van de Cultuur en de AKR ten aanzien van AT5 ligt inderdaad voor de hand. En, ik citeer weer, partijen hebben de wens uitgesproken in te spelen op de kans om AT5 een volwaardig deel van de RPO te maken, de regionale omroep. En dat pleit toch voor een regionale Amsterdamse omroep. Ik begrijp het even niet. Ik hoor ook van het personeel dat er binnen de organisatie een enorme discussie gaande is of het nou wel of niet moet gebeuren. Maar als er een brief naar het commissariaat van de media gaat, dan denk ik dat dat het beleid moet zijn. Dan is het vreemd dat daar nog een discussie over gaat. In de toekomst, de toekomstige plannen van ROOS, bestaat de gereden kans dat AT5 verder wordt gemarginaliseerd. Wij zagen dat in de intentieverklaring bij de stukken ook de hoofdredacteur van AT5, de directeur van AT5, die ook al directeur van RTV Noord-Holland is, nu ook directeur van de publieke omroep is geworden. Dat zijn drie petten. Dat is misschien wel heel erg het goede. Tegen efficiëntie hebben wij geen bezwaar, maar deze stapeling van verantwoordelijkheden gaat mijn fractie echt te ver. Wat is hier de bedoeling van? Is dat een tijdelijke situatie? Is dit permanent? Graag horen wij de mening van de wethouder daarover. D66 deelt die mening van de Raad van de Cultuur. Wij vinden dat Amsterdam niet gebaat is bij een verdere schaalvergroting van de regionale omroep. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de Mediawet, waarvan we weten dat die nu weer opnieuw zal moeten worden behandeld, in de staatssecretaris op vraag van een Kamerlid weten dat hij in gesprek zou gaan over de gedachte om AT5 als 14e regionale omroep aan bestel toe te voegen. Het mogen duidelijk zijn dat mijn fractie hier een groot voorstander van is. Meneer Ernsting, ga gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, mister, staat u toe een heel klein stukje uit de brief van de wethouder voorgelezen. Het ziet uit, meneer Ernsting. POA, SNAP en AT5 willen de nieuwsvoorziening over Amsterdam versterken online op tv en via radio. BOA en SNAP willen daarom de structuur van hun samenwerking herzien en eenvoudiger maken. Een mogelijkheid hiertoe is de overdracht door SNAP van het eigendom van ATV-BV, producent van AT5, in opdracht van BOA naar BOA. Er ligt momenteel een intentieverklaring tussen de RTT-BOA en het bestuur van SNAP, RTT Noord-Holland, het parool in Hagel Proost, waarin het wordt uitgesproken, zie bijlage 3. Nou, ik snap het gewoon niet meer. Ik denk toch redelijk, ik vind het niet inzichtelijk. Het is voor mij niet volkomen onduidelijk, zeg maar, waar de discussie over moet gaan. Volgens mij is er
in deze raad brede overeenstemming dat AT5 een belangrijke lokale nieuwsfunctie is. En dat dat ook moet blijven, dat het ook heel erg Amsterdams moet blijven. En dat de Amsterdamse democratie het verdient om zo goed mogelijk gecontroleerd te worden door een onafhankelijke pers. Dat is het probleem. Maar hoe organiseer je dat dan? Nou ja, meneer Esting, dan toch even over de vraag vanuit deze stoel aan u. Want u werpt zulke fundamentele vragen op over, zeg maar, de inzichtelijkheid van de nu verstrekte informatie. Dat ik... Ja? Nee, ja, prima. Ja, ik hoorde de wethouder al het een beetje met u eens zijn. Ik dacht dat betekent dat we het een keer uit moeten stellen, zodat we al duidelijk hebben waar we het over hebben. Maar de wethouder gaat ons zo meteen redden. Mevrouw van den Berg, ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, heel erg bedankt dat meneer Van Heuvel dit punt op de agenda heeft gezet, want ik vind het ook een zorgelijke ontwikkeling. Om in het lezen van alle stukken hetzelfde als meneer Ernsting, dat het voor mij ook de boom en het bos verhaal. Er zijn zoveel organisaties bij betrokken dat ik ook niet echt scherp heb wat nou precies de ontwikkelingen zijn op dit moment. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat we ons zorgen moeten maken over de ontwikkeling, zoals ik het ook begrijp van de heer Van Heuvel. Wat ik ook aan signalen krijg vanuit de AT5, dat ook personeel zich zorgen maakt, dat het niet, dat ze onzeker zijn over hun toekomst, dat ze niet goed kunnen duidelijk krijgen wat hun toekomst is. En dat geeft kwetsbaarheid, geeft onzekerheid, er zitten veel freelancers, ze weten niet wat hun toekomst is. Dus ook dat vind ik belangrijk, dat wij vanuit Amsterdam dat moeten meenemen. Ook heb ik daar vaak over aan de wethouder, hoe zij er tegenaan kijkt. Wij geven subsidie aan AT5. Dus we hebben daar een verantwoordelijkheid in. Dank u wel, voorzitter. Ja, de kwestie van de regionale omroep en RTV Noord-Holland en AT5 is ingewikkeld. En dat komt niet door mij of door u, maar dat komt eigenlijk gewoon door hoe de wet in elkaar zit op dit moment. Dus daarom hebben we de situatie dat we een POA hebben. POA, daar gaat de subsidie naartoe, niet rechtstreeks naar ATV, naar POA. En dat is gewoon omdat de wet zo in elkaar zit, als die in elkaar zit. En daarom is het verleden deze afspraak gemaakt. Het tweede wat ik zou willen opmerken, is dat ik sta voor één ding, of wij denk ik, met elkaar staan voor één ding. We vinden het belangrijk dat er in Amsterdam een goede en onafhankelijke nieuwsvoorziening is. En daarom ben ik ook voorzichtig om me te mengen in de discussie. Weliswaar verstrekken wij de subsidie. AT5/POA krijgt geen subsidie van het Rijk. Maar ze zijn wel onafhankelijk in hun handelen, niet alleen in de nieuwsvoorziening. We vinden ook dat ze als stichting zich zo onafhankelijk mogelijk moeten opstellen. Dus ik ben er voorzichtig in, desalniettemin wel verantwoordelijk voor het borgen van die onafhankelijke nieuwsvoorziening en de organisatie daarvan. Dus dat moet wel een beetje, laten we zeggen, op kousenvoeten. We hebben in het verleden, ook naar aanleiding van het advies van de Kunstraad en de Raad voor Cultuur en de debatten die in Den Haag werden gevoerd, gezien dat er misschien inderdaad een kans lag op het moment dat er een regionale publieke omroep komt, onderdeel van de mediawet, diezelfde mediawet, waarvan we niet weten of die de Eerste Kamer zal passeren. Maar goed, als die er zou komen, zei de Kunstraad en anderen, dan is dat wel een kans. En dan zou AT5 misschien de 14e regionale omroep kunnen worden. Volgens mij vinden wij dat met elkaar een aantrekkelijk perspectief. Ik weet dat er heel veel boosheid was, in eerste instantie, ook toen het advies uitkwam van de Kunstraad bij RTV Noord-Holland, bij onrust bij medewerkers was. Ik denk dat de initiële boosheid vooral ging over de manier waarop de dingen gingen. En dat later de partijen ook hebben gezien dat een vernieuwing en verandering ook wel kansen bood, zowel voor RTV Noord-Holland als voor AT5. Dus volgens mij is dat daarna wel gekalmeerd. Maar kijk, onduidelijkheid leidt ook altijd tot onrust. Dus ik denk, ik hoor sommigen van u zeggen, ik krijg nog steeds signalen dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Nou, kan me dat heel goed voorstellen, omdat het ook onduidelijk is. Dus het zou fijn zijn als er snel duidelijkheid in zou komen. Nou, voor wat betreft die regionale publieke omroep komt die duidelijkheid er misschien niet snel, omdat het samenhangt met de mediawet. Maar ik vond dat de heer Van Heuvel was die terecht opmerkte dat het ook gaat over een al ingevoegde bezuiniging in Den Haag. Dus ik ga ervan uit dat het staatssecretaris met dat onderdeel regionale omroepen toch door zal willen gaan. Maar nogmaals, ik weet dat natuurlijk niet.
Ik zal even proberen nog de concrete vragen te beantwoorden. En misschien nog één keer over die onduidelijkheid in die passage. Kijk, het is, je moet eigenlijk die passage ontleden en dan wordt het duidelijk dat het heel complex is. En dat is dus een complexiteit waar we zelf in het verleden allemaal mee hebben ingestemd en zelfs blij mee waren. Ja, nog even de vragen. Volgens mij over de boosheid heb ik al iets gezegd. De drie dubbele petten, die herken ik niet. Volgens mij is dat niet het geval. Ik zal nog even precies nagaan. Er is wel een overgangssituatie, maar volgens mij niet zo dat de ene directeur alle petten op heeft. Ik ga dat nog even precies na. Nou, ik begrijp dat het niet duidelijk is voor de wethouder, maar ik krijg die signalen. Deelt de wethouder onze mening dat dat onwenselijk is? Drie dubbele petten. Als daar sprake van zou zijn. Zeker. En zoals ik het heb begrepen, is er wel sprake van een overgangssituatie, waarbij er ook een interim directeur is bij POA. Ik dacht dat dat niet dezelfde persoon was, maar omdat ik dat echt even heel zeker ben, is dat 5 maanden, maar uiteraard zou het een onwenselijke situatie zijn. Moeten we hier niet eerst nog een keuze maken? Is mijn vraag. Er is al een keer over gesproken. Toen kreeg ik de indruk dat dit een richting was die de commissie graag in wilde. Nogmaals, het is ook afhankelijk van allerlei andere ontwikkelingen, zoals de mediawet. Maar ik had al gemeld dat ik daar dan over in gesprek zou willen gaan met de staatssecretaris. Dus dat is voor mij eigenlijk een gegeven. Ik zie het zo, ik zie het als een versterking van AT5. Hè. Dat is mijn motief om hierover te willen meepraten. En omgekeerd ook een risico van een verzwakking op het moment dat je dit niet zou doen. Ik hou steeds in de gaten ons belang, namelijk de onafhankelijke en goede nieuwsvoorziening voor Amsterdam. En omstreeks inderdaad, hou niet helemaal op bij de stadscent. En als u vindt met elkaar dat die insteek gediend is door een intensievere lobby, dan ben ik daar graag toe bereid. Mijn aarzeling kwam even voort wat ik eigenlijk op tafel legde. Wordt die nieuwsvoorziening dan als je hem over een groter gebied verspreidt en als ik dat bijvoorbeeld betrek op hoe AT5 nu op dit moment bijvoorbeeld deze gemeenteraad volgt, dat dan niet te veel verwaard? Dat was even een aarzeling die ik had. Mevrouw van den Berg, mag daarmee kan ik concluderen dat wij dus allen vinden dat we gaan voor die 14e regionale omroep. Want dat is naar de lobby toe ook van belang, naar de eigen Kamerleden enzovoort. Dat we als gemeente Amsterdam hier vinden dat we voor die 14e regionale omroep. Ja, mevrouw Bozicki, dat is wel de impliciet. Ja, maar dat is wel impliciet. Ik zal duidelijk zeggen. Maar dames en heren, of wij spreken via mij of we spreken niet. Wou u iets kwijt aan mevrouw Bozicki? Niet? Mevrouw Bozicki, wou u iets kwijt aan mevrouw van den Berg via mij? Ja, voorzitter. Ga uw gang. Stel dat, hè, we gaan voor een 14e omroep, maar er wordt ook aan Amsterdam financiële bijdrage geleverd, want als dat. Ja, dan zouden we daar nog over in gesprek kunnen gaan. Je kan niet zomaar de handtekeningen zetten onder we gaan voor een 14e regionale omroep zonder de voorwaarden daarvan te kennen. Ik vind wel nog dat we daar met elkaar ook over in gesprek moeten gaan. Mevrouw Bozicki, dan ga ik heel even terug naar... Mevrouw Bozicki, ik ga heel even terug naar wat ik volgens mij de wethouder net kon zeggen. Die gaat 3 dingen doen. Die gaat gesprekken voeren met OCMW en de betrokken partners. Die gaat het nauwlettend volgen. Die gaat overbrengen dat de meerderheid van de gemeenteraad in beginsel wenselijk vindt dat wij gaan voor de positie van AT5 als 14e regionale omroep. En ik heb niet het idee dat wij hier miljarden uit gaan geven aan dat idee voordat u er als raad in gekend wordt. Dus volgens mij hoort dat bij een stukje van de toezegging u op de hoogte houden. Ik stel dat er allerlei voorwaarden aan zitten die onwenselijk zouden zijn en zo, dan heb ik het idee dat het. De wethouder impliceert dat hier dan gewoon, dat hier dan gewoon terugkomt in alle openbaarheid en in al zijn nuances. Dus als u daarmee kunt volstaan, dan wil ik aan de heer Van der Heuvel en de rest van de commissie vragen of dit punt behandeling in de raad vergt, of dat dit voor nu ter kennisgeving kan worden aangenomen met inachtname van het feit dat u er met elkaar nog op terugkomt. Dat het laatste geval is. Helder. Mag ik één ding? Ja, natuurlijk. Ik ben het helemaal eens hoor, met u samen altijd heel goed.
Alleen het besluit over de regionale publieke omroep valt niet hier. Dat valt inderdaad. Alleen het besluit over de regionale publieke omroep valt niet hier. Dat valt inderdaad.